En nu komen we tot het laatste gedicht uit die kleine reeks. Het gedicht van Jacobus Revius. Hij droeg onze smerten. Tenzij de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten. Nog die verraderlijk u togen voor het gericht. Nog die versmadelijk u spogen in het gezicht. Nog die u knevelden en stieten u vol puisten. Tenzij de krijgslui niet, die met haar felle vuisten den rietstok hebben of den hamer opgelicht. Of het vervloekte hout op Golgotha gesticht. Of over uw rok saam dobbelden en tuisten. Ik ben het, o Heer. Ik ben het, die u dit hebt gedaan. Ik ben den zware boom die u had overlaan. Ik ben de taaie streng, daarmee gij gingt gebonden. De nagel en de speer, de geesel die u sloeg. De bloedbedropen kroon die uw schedel droeg. Want dit is al geschied, helaas, om mijn zonden. Dat is wel werkelijk het mooiste van alle tien. Ik weet het niet. Ik vind Egidius zou ik op dezelfde hoogte durven plaatsen. Ja, maar dat is een zeer mooi gedicht. Het is ook meer aan de tijd gebonden, nietwaar? Want ik herinner me dat ik tijdens de oorlog heb geprobeerd van daar een parafrase van te maken. En te zeggen, tenzij de nazi's niet, o Joden, die u vermoord hebben, maar het zijn wij allemaal door ons medeplichtigheid, ja. Door atmosfeer, door een latent antisemitisme, ja. Dat toch bij vele mensen nog aanwezig is. Ik zou zeggen, ik zou bijna wensen dat dat de tekst zou zijn op mijn doodsbeeldeken. Ik vind dat een merkwaardig. En weet u wat daarin er is? Ik heb de tijd niet om die opzoeking te doen, maar er is iets zeer eigenaardigs. Ik ken dat gedicht sinds lang en ik ben tot de ontdekking gekomen dat dat bijna letterlijk de weergave is van een tekst van het concilie van Trente over de Joden. Bijna letterlijk. En dan stel ik me de vraag, hoe komt het dat die Calvinistische predikant een tekst tot grondslag heeft genomen voortkomende van het concilie van Trente? Dat is zeer eigenaardig. En tegelijkertijd doet me dat ook denken, we hebben nu ook een verklaring in het jongste concilie over de Joden. Ik hoop dat de uitspraak van het jongste concilie langer zal nawerken dan die van het concilie van Trente wat de Joden betreft. En daar komen allerlei andere zaken nog bij om de hoek kijken. Het is misschien aan Revius omwille van dat gedicht en aan Charles Péguy met zijn geschriften over zijn Joodse vrienden dat ik het te danken heb al komende uit een, laat ons zeggen, misschien zelf een beetje een klerikaal milieu, dat ik van jongs af aan zo een tegenstander ben geweest van het antisemitisme en me natuurlijk aangetrokken heb gevoeld door de Joden. Wat een gedicht allemaal vermag. Het werkt lange na. Wel, op dat punt zijn we het helemaal akkoord. Meneer minister, dit gesprek was natuurlijk maar gepraat, niet meer over gedichten en poëzie in het algemeen. Het was geen examen. Maar moest het een examen geweest zijn, dan zou ik u toch wel 19 of 20 gegeven hebben. Wel, dat bewijst u dat u ook een zeer goedhartig leraar zou zijn. Ik heb nooit iemand gebuist. Dank voor mij.